Repetitie, jongens. De repetitie voor de komende keer zit er eigenlijk een aantal onderdelen in. Hij doet het al. Hij doet het al. Die, nee, stop nu. Een aantal onderdelen zijn moeilijk. En daar krijg je vragen over. De eerste. Het eerste onderdeel is het tekenen en berekenen van krachten. Berekenen van krachtenpijlen. Dan gaat het dus over de lengte van een pijl. De lengte van een pijl, krachtenpijl, dat is niet zo meer. Dat kan je weten met een krachtenschaal. Krachtenschaal, een krachtenschaal moet je uit kunnen rekenen. Krachtenschaal. Je moet ook, als je een krachtenschaal kent, moet je ook weten hoe groot de pijl dan moet worden. Dus dat is het eerste onderdeel. Ga ik zo wat over vertellen. Het tweede onderdeel, wat je daarbij moet weten, is het onderdeel met de hefboom. De hefboom. En de hefboomregel, daar ga ik ook wat over vertellen. Het derde onderdeel. Wat een belangrijk onderdeel is, het is onderdeel, hoe heet het weer? Over? Is het geleerd? Wat is een mooi onderdeel van het hoofdstuk? Druk. Druk, precies. Druk. Ja? Zijn er nog mensen die nu al zeggen van nou, er is ook een ander onderdeeltje wat ik nog even wil bespreken? Of is dit het wel? Kan zijn dat je nog even wat vragen hebt. Vragen mogelijk. Oké, goed.